Hallo, hallo allemaal, voor wie er al bij is. Dit is de eerste Facebook Live Q&A voor jullie vragen over de wet van aantrekking. Waar ik je heel graag bij wil ondersteunen. Als je ergens op vastloopt, je hebt een specifieke vraag die ik snel kan beantwoorden, zal ik dat heel graag doen. Dus laat me eventjes weten als je erbij bent. Ik zal nog heel eventjes wachten. Als je een vraag hebt, stuur ze mij door. Tip ze gewoon in de opmerkingen. Ik ben die Facebook Lives nog niet zo gewoon, maar ik neem aan dat ik dat dan wel zal zien. En dan zal ik daar heel graag een antwoord op proberen te geven. Oké. Er is in de wet van aantrekking, op zich is dat principe niet zo moeilijk, is het eigenlijk redelijk eenvoudig. Je functioneert eigenlijk zoals een radiozender en de frequentie die je uitzendt, dus het is het station waar je je op afstemt en dat krijg je dan ook terug. Wanneer je je afstemt op Studio Brussel, ga je niet Clara te horen krijgen. Dat is ook met onszelf zo. Het hangt allemaal vanaf van onze frequentie die we uitzenden, wat we daarvoor terugkrijgen onder de vorm van gebeurtenissen, dingen en mensen en situaties die dat in ons leven verschijnen. Hey, dag Nico, goedemiddag. Hallo, hallo. Dag Sophie. Als jullie vragen hebben, shoot. Dan zal ik er zeker daar een antwoord op proberen te geven. Oeps, ik ga je al helemaal scheef. Oké. Ik ga om te beginnen al een vraag beantwoorden die ik van de week doorgemaild kreeg van iemand. Van Karin. Een zekere Karin. Hè. En zij vroeg mij, wat is volgens jou de meest belangrijke factor waardoor mensen die bijna de hele dag door positief denken en ook snel kunnen dealen met negatieve emoties via EFT bijvoorbeeld, toch maar niet kunnen manifesteren wat ze willen. Ja, dat is inderdaad enorm frustrerend, kan ik me voorstellen. Hè? Wanneer dat je die wet van aantrekking kent en je hebt het gevoel dat je alles juist doet en dan wilt het maar niet lukken. Been there, done that. Echt niet leuk, hè? Want dan vraag je echt op den duur af van ja, werkt dat hier wel, die wet van aantrekking? Bestaat dat wel? Ik geef het op en dan, dat is natuurlijk jammer. Nu, er zijn natuurlijk een hele hoop redenen die er kunnen zijn waarom dat het maar niet lukt, hè, om te brengen wat je verlangt. Ik ga er hier een paar opzommen en het kunnen een van de drie zijn. En anders, lieve Karin, ben je welkom op een manifestatiecoaching om dat allemaal eens haar fijn te detecteren en uit de weg te ruimen. Oké? Okay? Dus een aantal vragen die je kan stellen op zo'n moment. Dat is, hoeveel kan jij jezelf gunnen om te ontvangen? Het is belangrijk dat je jezelf echt kan gunnen wat je vraagt. Hè? Want soms zijn dat wel redelijk grote veranderingen die we vragen. En dat is helemaal top, hè? Hoe meer hoe liever. Maar vaak zit daar zo'n onbewuste blokkade dat we dan onszelf eigenlijk niet gunnen. Dat we onszelf dat nog niet waard vinden. En we zijn ons daar niet van bewust, want anders ja, zouden we er wel iets aan doen. Dus, maar er kan best iets in jezelf zijn dat vanuit een oude gewoonte klein blijft denken. En ja, daar ben je niks mee natuurlijk. Dat willen we allemaal achterlaten. In deze periode van transformatie is dat de grote uitnodiging. En stop met dat klein denken. Weet wie dat je echt bent en weet dat je zowat alles waard bent dat je kan voorstellen. Echt waar. En je kan je dat voorstellen alsof dat je een pakketje hebt besteld, online ergens, en ze zijn het wel komen brengen. Het ligt voor de deur, maar je krijgt die deur niet open. Zie je? Dus het is er. Hè? Energetisch is het er. Het moment dat je het vraagt, dat je de bestelling uitstuurt, het universum creëert dat onmiddellijk in een onzichtbare vorm nog. Dat het nog niet in je fysieke realiteit tevoorschijn kan komen. Hè? Totdat jij jezelf helemaal in ontvangstmodus zet. En dat is vaak ja, de tricky part. Hè? Dat ontvangstmodus, die ontvangstmodus bekomen. En wat daar in de weg zit, dat is niet altijd duidelijk. Dat vraagt wat training en ervaring natuurlijk.
Maar dus kijk eens of dat je je gevoel van eigenwaarde nog kan opkrikken, je gevoel van zelfliefde. Kijk eens wat daar in de weg kan zitten van oude patronen. Waar heb je misschien ooit je macht aan weggegeven, je kracht aan weggegeven of laten afnemen. Dat kan allemaal meespelen waarom je jezelf klein blijft houden. En jezelf het onbewust niet waard vindt om dit moois te mogen ontvangen wat je daar verlangt. Dat is één mogelijkheid. Een andere mogelijkheid, en dat sluit er wel een beetje bij aan, is: heb je jezelf misschien nog iets te vergeven? Een gevoel van schuld, groot of klein, kan een enorme blokkade zijn in je frequentie. Dat kan je laag in frequentie houden. Dat, ook daardoor ga je je onbewust klein en onwaardig voelen natuurlijk, wanneer je een bepaald schuldgevoel hebt. Je kan zelfs al een schuldgevoel krijgen door hier wat er nu aan de hand is. Van, oh, ik doe het toch goed allemaal en toch lukt het niet. Hè? Dat je zo ergens onbewust een soort schuldgevoel ontwikkelt van, allee, wat doe ik nu verkeerd? Ik ken er niks van, ik maak er niks van. Dus dat is al genoeg, hè, waardoor het in de weg kan zitten. Bekijk eens een keer al die gevoelens, die emoties. Ga daar eens rustig voor zitten of wandelen, maakt niet uit. Erken die gevoelens die er zijn. Ga die niet proberen weg te moffelen. Ga die niet ook te snel met EFT of gelijk welke release methode proberen weg te werken. Ga die eerst eens helemaal erkennen en aanvaarden. Hè. Eer al die gevoelens. Laat die er echt helemaal zijn. En kijk eens of je er ook van kan houden. Of je er echt liefde naar die gevoelens kan sturen. En niet zo van oh ja, ik voel me zo en dat vind ik fantastisch. Dat gaat niet lukken ook niet. Hè? Dat is niet wat ik bedoel, maar het gevoel op zich. Hè? Laat dat er zijn. Eer dat voor wat het is. Erken het dat het er is. Aanvaard dat het er is. En ja, stuur liefde naar dat gevoel. Hè? Dat is niet wie dat je bent. Het is een gevoel dat opkomt. Het is een... Dus dat kan ook een stuk zijn. Dat er ergens een schuldgevoel zit. Dat je jezelf nog iets te vergeven hebt. Of misschien heb je nog wel iemand anders te vergeven. Hè? Dus, maar ga dat eens bekijken voor jezelf. Ook hier weer, als het niet alleen lukt, altijd welkom om dat samen te bekijken. En energetische blokkades uit de weg te ruimen. Dan een derde punt dat mogelijk is, dat het misschien kan zijn. Dat is dat je nog te veel aandacht besteedt aan wat er nu is of niet is. Want wanneer we iets verlangen en iets in het creatieproces starten, dan betekent dat natuurlijk dat we iets willen veranderen. Dat er iets in de huidige situatie niet is zoals dat we het zouden willen. En in your face aanwezig, dat is best een lastige om daar niet te veel focus en aandacht aan te geven. Maar het is gewoon een feit, waar je aandacht aan geeft, dat geef je energie. Dus dat blijf je groter maken of dat roep je tot leven. Dat is ook zo met dingen die je niet prettig vindt. Dus de grote uitdaging is dan om je erin te oefenen om het beeld, de realiteit, hè, realiteit, het is eigenlijk allemaal maar hè, een illusie in de matrix, maar de zogenaamde realiteit die er nu is en die je niet fijn vindt, om die meteen te overschrijven door het beeld dat je wel leuk vindt. Hè? Het beeld dat je wel verlangt. En dat vraagt oefening. I know, dat vraagt focus. Hè? Maar train jezelf daarin en dan gaat dat beter en beter lukken. En dus zorg ervoor dat je ja, telkens je ervaart wat er nu is en wat je niet fijn vindt. Of dat het nu gaat om het feit dat je geen relatie hebt, het feit dat je niet genoeg geld hebt, dat je op een job zit die je niet prettig vindt, wat dan ook. Kijk eens of je in wat er nu is ook iets goed kan vinden. Er is in alles iets positiefs te vinden. Hè? Al is het maar het feit dat dit je brengt naar een nieuw verlangen. Hè? Naar het jezelf optillen naar een hogere versie. Hè? Dat is iets heel positiefs aan het contrast, zoals het dan wordt genoemd, aan de contrastsituatie die er nu is. Dat is al een zeer positief gegeven. En bekijk het ook zo, hoe dieper het contrast... Hè? Je kan dat bekijken als een springplank. Hoe dieper je de springplank induwt, hoe hoger je kan springen. Dus hoe
groot het gevoel nu ook mag zijn van oh, dit vind ik niet fijn en ik weet niet hoe ik eruit geraak en bel. Hoe dieper dat contrast, hoe groter de sprong die je zal kunnen maken vaak. Hè. We hebben vaak soms dat, die pijn nodig om een echt verschil te gaan in ons leven brengen. Om echt een keer te zeggen van oké, nu is het genoeg, nu kies ik voor iets beters. Soms moet het heel eventjes serieus pijn doen. Want zolang het nog een beetje haalbaar is, dan ja, blijven we zo wat overleven. Hè? Onze neus vlak boven water. Maar we moeten echt zo het tot hier hebben om te zeggen van oké, nu is er verandering nodig en nu ga ik ervoor. Dus dat zijn zo drie redenen die ja, heel vaak de oorzaak zijn van waarom het manifestatieproces niet verloopt zoals dat jij het zou willen. Kunnen jullie je daarin in vinden? Zo? Hebben jullie er ook ervaring mee? Is dat duidelijk voor wie er op dit moment kijkt? Hallo, dag Chantal. Welkom. All right. Ja, thank you. Goed, een tweede vraag die ik eergisteren binnenkreeg was, hoe zei ze het weer? Ja, hoe kan je je voorgoed verlossen van een negatieve vibraties? Ja, dat is iets wat we allemaal zouden willen natuurlijk. Hè? Ons verlossen van negatieve vibraties, daar totaal niet meer onderhevig aan zijn, totaal niet meer door beïnvloed kunnen worden. Oh my god, hoe zalig zou dat zijn, hè? Nu, het is mogelijk, hè, maar dat gaat niet op 1, 2, 3 lukken. Ook hier hangt het allemaal af van de nodige focus natuurlijk. De nodige focus naar het verhogen van je frequentie. En dat vraagt training. En ook dat vraagt training. Net zoals je in de fitness je spieren traint om bepaalde oefeningen te kunnen doen, zal je ook hier je mind moeten trainen om je frequentie elke dag bewust hoog genoeg te brengen en te houden, je gedachten en je gevoelens te observeren en bij te sturen waar nodig of te verwerken waar mogelijk. Want om echt voorgoed van die negatieve vibraties verlost te zijn, dan zal je toch wel een heel goede training moeten doorlopen hebben, om niet te zeggen de verlichte staat bereikt hebben om daar totaal boven te staan. Hè. We blijven mensen in deze maatschappij hier. En we komen elke dag in aanraking met medemensen die niet altijd doen wat we prettig vinden. Met situaties die gebeuren, thuis, op het werk, in het verkeer, met wat het ook mag zijn. We leven nu eenmaal in een drukke maatschappij met veel interactie met andere mensen. En dat verloopt niet altijd zoals we zouden willen. Ook hier heeft jouw frequentie een heel grote invloed, hè, een heel grote impact. Hallo, dag Evelien. En dus hoe hoger je je frequentie kan houden, hoe meer leuke dingen je vanzelf gaat aantrekken. Hoe leuker de synchroniciteit in jouw voordeel zal blijven werken, dat je zoveel onverwachte cadeautjes van het universum zal krijgen, waar je zelfs niks voor hoeft te doen. Hè. Dat is echt zo doen zonder doen, dat is je frequentie verhogen. Maar dat vraagt training. Ik ben er al meer dan 10 jaar mee bezig. Ik kan in alle bescheidenheid zeggen dat ik daar een zekere expertise in bereikt heb. En ik ben daar zo blij mee. Hè, van, soms krijg ik ook zowel nieuws, een paar dagen geleden nog, dat ik eventjes zo van binnen iets voel ineenkrimpen van oh my god, het is niet waar. Maar dan is dat ook heel snel terug voorbij. Hè, omdat ik weet hoe ik dat kan verwerken, hoe ik dat mijn frequentie terug kan verhogen. Want het heeft geen zin om daarin te blijven rondwentelen natuurlijk. Hè. Nu, de beste manier om je frequentie hoog te houden en niet af te dwalen, af te zakken in angstgedachten vanuit gewoonte, zorgen en van die toestanden, is de eerste moment dat je wakker wordt. Je doet je ogen open in het bed en je zet meteen een positieve intentie voor die dag. Al is het maar gewoon, dit wordt een goede dag. Vandaag ga ik gewoon geluk hebben in alles wat ik doe. Vandaag gaat alles meevallen. Vandaag ga ik zoveel onverwachte cadeautjes van het universum krijgen.
oh, ik ben benieuwd welke leuke dingen deze dag gaat brengen. Zo gewoon van die dingen, van zo'n simpele intentie kan al voldoende zijn om in een goede flow de dag te beginnen. En dan ga je ook heel bewust 5 dingen opnoemen waar dat je dankbaar voor kan zijn. Opnoemen in je gedachten is goed. Luidop uitspreken is nog beter. En het schrijven is nog beter. Dus leg misschien naast je bed een schriftje, een bloknotje, waar je dan gewoon kan opschrijven 5 of 10 dingetjes waar je dankbaar voor kan zijn. Je wordt wakker in een bed met een dak boven je hoofd. Dat is al iets om dankbaar voor te zijn. Hè? Je hoort misschien de vogeltjes fluiten. 'S Morgens, hè, met een beetje geluk. Je ziet de zon binnenschijnen. Je weet dat er straks een lekker ontbijt op tafel komt. Er zijn zoveel dingen om dankbaar voor te zijn. Hè? Dus oefent daar ook in een dagelijks moment van dankbaarheid. Dat is echt de magic. Dat is echt de magic. En tracht dat ook in de loop van de dag te aanhouden. Nee, aan te houden, die dankbaarheid. Voor alles wat je meemaakt, alles wat je ziet, daar kan je dankbaar voor zijn gewoon. Je kan dankbaar zijn voor de mensen die de straat hebben aangelegd waar je over rijdt. Je kan dankbaar zijn voor de mensen die het voedsel hebben ingepakt dat in de winkels ligt. Er zijn mega ontelbare dingen om dankbaar voor te zijn, waar je gewoon niet bij stilstaat. Hè, wat je allemaal vanzelfsprekend vindt. Maar ja, dat vraagt ook wel daar bewuste focus naar. Hè. Je kan nog heel veel meer doen om je frequentie te verhogen natuurlijk. Je kan dus intentie, dankbaarheid. Je kan je omringen met gelijkgestemde mensen, met positieve mensen. Hè. Zie dat je gewoon voor jezelf kan kiezen, durf te kiezen voor jezelf en wees heel selectief in je vriendenkring, zal ik zeggen, of in je kennissenkring. Hè. Durf afstand te nemen van mensen die jou constant naar beneden halen. Daar ben je niks mee. En die mensen, dat zegt niks over jou, wat ze van kritiek altijd zouden uitspreken. Dat zegt alleen maar iets over zichzelf. Hè. De staat, de toestand waarin ze zelf verkeren, die ze projecteren aan de buitenwereld. Je bent daar niet veel mee. Hè. Het kan soms voelen van, oh, gaan ze dan wel denken van mij? Ja, dan ga je moeten een keuze maken. Kies je voor jezelf of kies je voor wat de mensen van je denken? En dat is in deze tijd meer en meer aan de orde. Voor onszelf kiezen. En dat is eigenlijk de beste beslissing en de belangrijkste beslissing die je ooit kan maken. Het is gelijk over welke, waarover het gaat, of je nu een nieuwe richting wilt inslaan, op je werk, in je relatie, inkomen. Het is gelijk wat. Als je kiest voor jezelf en je volgt je hart, dan zal je versteld staan hoe het universum alle puzzelstukjes op hun plaats laat vallen. En alles doet om het jou gemakkelijk te maken. En alles, ja, perfect en gemakkelijk te laten verlopen. Dat heb ik al zoveel keren ervaren. Durf te kiezen voor jezelf in volle vertrouwen. En dan komt het echt allemaal goed. Niet altijd op het moment dat je zelf wilt. Hè? Dat is gewoon zo. Maar blijf vertrouwen en wees geduldig. En weet dat de timing van het universum altijd klopt. En weet dat het universum ook altijd het beste met jou voor heeft. Hè? Het helpt wanneer je kan geloven in een grotere kracht die dit allemaal gecreëerd heeft en die het beste met je voor heeft. Dat helpt enorm als je daarin kan geloven. Hè. En ik neem aan, als je in de wet van aantrekking gelooft, dan kijk je al verder naar wat er alleen maar zichtbaar en tastbaar is. Hè. Dus dan kijk je natuurlijk al veel verder dan de materie. Hè. Het is altijd mind over matter. De materie betekent niks. Wat er nu in realiteit zichtbaar is, betekent juist niks. Dat kan binnen een uur veranderen, dat kan binnen een dag veranderen. Dat kan zo snel veranderen. Alles is tijdelijk. Dus als dit niet is wat je niet fijn vindt, haal daar je aandacht van af en verhoog je frequentie naar wat je wel wilt. Hè? Voilà. Er zijn nog heel veel andere zaken die je kan doen om je frequentie te verhogen. Ik zal daar wel eens iets van op mijn blog schrijven op de website. En het hier ook op Facebook posten. Als je daar nog tips voor nodig hebt, laat het mij maar weten. Als je nog niet ingeschreven bent voor mijn mailing, op mijn mailinglijst, ja, dan ga je die blogteksten ook niet ontvangen. Ga dan even naar freedomlab.be en meld je aan voor de nieuwsbrief. En dan krijg je dat allemaal in je mailbox. Hè. Allemaal gratis tips.
En allemaal leuke dingen die ik, organiseer. Zo. Hebben jullie nog vragen op dit moment? Over de onderwerpen die ik heb aangehaald? Of iets speciaal, apart nog voor jezelf? Let me know. En anders ga ik jullie van de rest van deze prachtige zonnige dag verder laten genieten. Hopelijk kan je er wat van genieten. Oké. Geen vragen verder voor vandaag. Alright, ik heb er nog wel wat in mijn mailbox zitten om te beantwoorden. En hier volgende week te delen, mochten jullie er interesse in hebben. Dus ja, veel hartjes voor jullie ook. Dank jullie wel. En tot de volgende keer. Bye bye.